uw naam is? Jan Vekens. En wat heeft u hier op tafel neergelegd? Hier op tafel liggen een paar hele oude stenen. Kloostermappen kun je ze wel noemen. En die zijn waarschijnlijk afkomstig van een herberg die hier in de uiterwaarden heeft gestaan. Die heette de Koude Oord. En de Koude Oord, denk ik dat die naam ontstaan is, omdat die aan de noordkant van Oefert ligt. Oh, het is koude en dan kwam de koude wind kwam van noordoosten en daar stond die herberg. En dat is een heel bijzondere herberg was het. Omdat die langs de Maas lag, op een stroomrug. Dus een beetje hoger, dat hij niet meteen onder water liep. Maar het was een pleisterplaats voor de schippers. En dan een bijzonder voor de lijndrijvers die de schepen door de Maas trokken met paarden. En die konden daar in die herbergen uiteraard een borreltje pakken en misschien nog wat eten. Maar die konden daar ook de paarden wisselen. En wanneer heeft de herberg er gestaan? Nou, de herberg is vermoedelijk begin 1700 al gebouwd. En die heeft er gestaan tot 1890. Toen is het afgebroken, ja, gewoon geen klandizie meer. Want die schippers, ja, de boten die hadden motors gekregen, dus ja. Die hadden geen paardentrekkracht meer nodig. En die paar klanten die nog een broodje kwamen nemen, ja, die kunnen ze niet van bestaan. Niet, mee redden. Het was overigens ook een boerderij, hoor. Het was niet alleen herberg, maar ook gewoon boerderij. Dus daar werd ze ook geboord en daarnaast was de herberg ook een bijverdienst. Het was bijverdienst en het wisselen van die paarden was een bijverdienst. Ja. En dat zeker dat deze stenen daar... Deze stenen, ja, heel zeker weet ik niet. Maar ik ben met een stel van die stenen naar archeologische dienst in Den Bosch geweest. En die hebben ze onderzocht met nog wat scherven die we daar op het veld gevonden hadden. Want het is hemelsbreed, denk ik, hier een paar honderd meter vanaf. En daar zit nu die uitgraving van klei. En wij dachten, ja, als heemkundekring, drek is alles verdwenen. Dus we gaan met wat spullen zoeken of het de moeite waard is dat we dus moeite doen om die plaats behouden te houden. Dat ze er maar omheen moesten graven dan. Hè. Ja. En tot nu toe is het nog steeds vrij gebleven. Maar het was dus 16e, 17e eeuw. Stenen. En ook de scherven kwamen van die periode tot zeg maar 1900. En verder is er niks meer van overgebleven. Je ziet het van, totaal, als je niet weet waar het is, dan zul je het niet vinden.